Goedemorgen, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl. Op veel plaatsen boven Nederland is er geen wolkje aan de lucht momenteel. Lokaal komt nog wel dichte mist voor, maar dat lost in de loop van de ochtend overal op. En uiteindelijk gaat die mist over op sommige plaatsen in wat vriendelijke stapelwolken. En dat betekent dat het vandaag eigenlijk vrijwel overal droog blijft. De temperaturen gaan oplopen naar zo'n 21 tot lokaal 25 of misschien 26 graden met de hoogste temperatuur in Limburg. En daarbij staat maar weinig wind uit het noordwesten. Vanavond en vannacht, dan is het opnieuw vrij helder, koelt het behoorlijk af. De laagste temperatuur in het noordoosten van het land, minimaal rond een graad of 8. En in het zuiden van het land koelt het niet heel veel verder af dan een graad of 14. En opnieuw kan lokaal dichte tot zeer dichte mist voorkomen. Morgen komt er dan nog een behoorlijke schep bovenop aan de temperatuur. We beginnen helder, in de loop van de dag ontstaan stapelwolken. Maar het kwik klimt uiteindelijk naar waarde tussen 23 en lokaal 28 graden. En ook dinsdag belooft echt een warme dag te worden. De temperaturen dan 24 tot lokaal 29 graden. Misschien aan het eind van de middag een enkele lokale bui, maar op de meeste plaatsen zal het gewoon droog blijven. Woensdag misschien in het binnenland nog zomers warm, maar daarna een stukje koeler.